Wij zijn Nico en Joke. Wij zijn fervente Toyota rijders. En we rijden de Aygo. Dit is onze tweede. We rijden al 6 jaar Aygo en onze eerste rijdt nog steeds bij onze middelste zoon. 350.000 kilometer heeft hij erop zitten. Ik rijd het meeste in deze Aygo, lekker wendbaar. Deze Aygo, die heb ik uitgekozen omdat hij er zo mooi uitziet. Ik vind het frontje heel erg mooi en ik vind de lak heel mooi. Als je heel goed kijkt zitten er allemaal hele kleine glittertjes in. Mooie velgjes eronder. Rijdt als een kart. Zo moet het ook. Gewoon lekker. En daarnaast hebben we een prachtige Pro Ace Verso gekocht. Die hebben we nou inmiddels een klein jaar. Wij hebben hem echt gekocht omdat hij voor ons hartstikke handig is. We rijden hem weliswaar privé, maar wij zijn gek van reizen, vakanties. En daar is hij uitermate geschikt voor. Daarnaast hebben we ook nog een klein fruitbedrijfje. Dus we moeten nog wel eens wat vervoeren. En een bed and breakfast. En we hebben daarnaast een bed and breakfast waarbij we klanten heen en weer kunnen rijden. Fietsen kunnen erin, zodat we ze even naar het strand kunnen brengen, zodat ze terug kunnen fietsen. En het ISO-systeem voor de kinderstoel van ons kleinkind. Ja, dus kortom, voor ons een multifunctionele wagen. Eigenlijk een hele makkelijke keus. Deze Pro Ace heeft werkelijk alles. We hebben een aantal bussen vergeleken. We zijn bij Ford geweest, we zijn bij Volkswagen geweest. Maar deze bus heeft, naast dat hij praktisch is, want dat is wat we graag willen. We gaan er graag mee op vakantie. Fietsen moeten erin kunnen. We moeten er af en toe wat vracht mee vervoeren. Dat kon natuurlijk ook in alle andere bussen. Maar deze Verso-uitvoering, dat is net alsof je in een touringbus nu op vakantie bent. Dat is echt gewoon super. Het is gewoon een luxe wagen met de ruimte van een bus. Nou, ja. Dat is een prachtige combinatie. Dus wij zijn hier helemaal weg van. Ja. Nou ja, en er zit cruise control natuurlijk op. En een hele mooie geluidsinstallatie. En waar ik erg gek van ben, is het dakraam met zonneschermen erin. En ook in de zijramen achter kun je zonneschermen omhoog doen. Wat heerlijk is als je in een warm klimaat rijdt. Goed, dan zijn we hier aanbeland bij de dubbele cabine. Nou, waar we vroeger gewoon een bankje hadden, heb je hier gewoon drie losse stoelen erin zitten. Gewoon waar je heerlijk relaxed in kunt zitten. Voordeel hiervan is dat je ook de bank een stukje naar voren kunt doen. De leuning een stukje naar achter. Dus je kunt gewoon relaxed achterover zitten. Nou, dat is een heel verschil met de andere bussen waar gewoon een vast bankje in zit. Daarnaast kan de kleinzoon heel makkelijk mee. Er zit gewoon ISOFIX in. Nou, dat is voor een bus natuurlijk ook al gewoon echt super. Dus multifunctioneel. En het allermooiste, moet ik zeggen, is gewoon het gemak waarmee je de banken eruit haalt. Even kijken. Dat is een kwestie van één ruk aan het touwtje. En je pakt de hele bank, pak je in één keer, pak je eruit. Waardoor je dus een heerlijke ruimte krijgt waar een matrasje in kan. En in geval van nood, en daar gebruiken wij hem dus ook echt voor, als we eens een keer een nachtje willen slapen en we willen niet de hele tent opzetten, een matrasje erin, waardoor je een klein slaapkabinetje hebt. Nou, het is wel heel gezellig. Lepeltje, lepeltje betekent het wel, want de ruimte is qua lengte natuurlijk geen volwaardig bed. Maar als je dit er even bij krijgt als bus, helemaal top. Wat ik een super voordeel vind, ook van deze Pro Ace Verso, is dat je achterin gewoon lekker de ruimte hebt. De dakramen geven een gevoel van vrijheid. Er zijn zonneschermen. Het heeft een eigen climate control. En hier ook voor de zijramen zijn nog zonneschermen beschikbaar. Ja, dat is gewoon ideaal. En dan ook nog die stoelen verstellen in de stand die jij graag wil. En eventueel de hoofdsteunen zijn verstelbaar. Top. Zo neem ik graag iemand mee. Goed, waarvoor we ook voor deze bus hebben gekozen, naast alle luxe, is de ruimte die hierin zit. Onderdeeltje was, hier zat al een trekhaakje, dat was voor ons al een plus. Er zit een klep met een staahoogte van 1,90 meter, wat ideaal is als we op de camping staan en ik moet de spullen inpakken, sta je altijd droog. Of met boodschappen doen? Hetzelfde, ik doe altijd de boodschappen, dat is ideaal met je karretje eronder, je hoeft nooit in de regen te staan.
bakken. Ik heb nog een klein fruitbedrijfje. Een stapel bakken gaan er met gemak in. Je hoeft nergens vooruit te kijken of je iets beschadigt, want je hebt gewoon ruimte genoeg. Die schuif je er makkelijk in. Daar kunnen dus minimaal 24 van deze bakken kunnen erin. Wat voor mij meer dan genoeg is. Daarnaast, wat ik nog veel belangrijker vind, is dat ik er een aantal fietsen in kan zetten. Voor de bed and breakfast is dat ideaal, maar ook wel eens zelf. Als wij naar de stad gaan, wij parkeren nooit meer in de stad, maar stoppen een paar fietsjes in de auto. En die zetten we dan vast met een bandje die we erin hebben gemaakt. Daar kunnen met gemak 2-3 fietsen in, dat is geen enkel probleem. Wat wij dus heel vaak doen is naast de fietsen mee op vakantie, wat ik net al zei, gewoon naar de buitenkant van de stad rijden, daar parkeren we de auto. We halen de fietsen eruit en vervolgens rijden we het centrum in, geen problemen met parkeren. Dus wat dat betreft voor ons ideaal. Ja. En naast de fietsen kan natuurlijk ook de tent en de stoeltjes op vakantie. Dus alles staat in de auto, klepdicht. En geblindeerde, die kant is geblindeerd en dat is een donker raam. Ook prima. Dus voor ons geen betere auto dan deze Toyota Verso.